moest teksten schrijven voor mijn website. We wilden gaan adverteren en mijn business coach die zei, nou, waar zijn je website teksten? Ik zeg, het komt er gewoon niet uit. Shit, dacht ik. Oké, volgende stap. Ik denk, we moeten iets gaan doen. Dus ik heb contact opgenomen met Debbie Bernasco. En Debbie Bernasco heeft mij tijdens de VIP-dag geholpen. Oké, wat is je brand? Wat is je positionering? Wat wil jij naar buiten uitstralen? Na die dag had ik meteen zoiets van, ja, ik heb hem. Die positionering die hielp mij om mijn teksten te gaan schrijven. Niemand in het ondernemerschap heeft mij ooit verteld hoe belangrijk positionering is. Maar het was mijn gevoel. Ik voelde gewoon, dit is nodig. Mijn klanten deden het niet. Ik had geen voorbeelden daarin. Maar ik heb wel gehandeld naar mijn gevoel. Dus die website die kwam.